We vertrekken nu uit Poitiers. Stapje voor stapje komen we steeds dichter in de buurt van Parijs. Vandaag is de bedoeling dat we in Tours uit gaan komen. En Alice is er klaar voor. Juist. Wat een leuk kasteeltje. Château de Feyres. Si jamais c'était plus beau. Plus beau vu d'en haut. D'en haut. J'ai toujours confondu la vie. Les bandes dessinées, j'ai comme des envies de métamorphose. Je sens quelque chose qui m'attire. Ja, in Frankrijk beginnen ze heel spontaan aan een fietspad van 10 meter, dan moeten we weer vanaf. Prends le tour de l'univers. Je suis mal dans ma peau. Chante, chante encore dans la nuit, tandis que le bateau fuit, laissant là-bas nos plus. Vois sur les grands reflets d'argent les derniers feux clignotants d'une rivoule. Het is echt compleet uitgestorven in Frankrijk. We komen bijna geen mensen tegen onderweg. Ja. Shalom. Ja. Shalom. Ik heb hier jaren geleden eens een keertje met Paul gereden, met de DS. Die kant op. We hadden een of andere DS hadden we gekocht ergens, Citroën DS. We hebben die kant op gereden. Na 20, 30 jaar herken ik het nog steeds. Bossa Nova, mais ça remuait bien déjà. Les caves étaient profondes et la ronde ne s'arrêtait pas. Un vieux piano bastringue et les dingues tournoyaient déjà. Et Juliette avait encore son nez. We komen ook wel echt de meest lugubere plekken tegen, zeg. Jezus. Dat is een mooi gebouw voor de Nederlandse schilderij. Kijk waar we nou in moeten dan. Jeetje. Wat een route. De Sint-Jacobsroute, mensen. Good for the cop. Aujourd'hui de salade, trois tirades, c'est l'affaire qui court.
L'oncle Adolphe s'était déjà flingué. Son Eva l'avait accompagné. We gaan een bammetje doen. Met een joppie erbij. Ja, een joppie. Kijk, dat is toch superleuk. Een kleuterklasje buiten. Met mooi weer kunnen de kindjes buiten hun les volgen. Les hitparades n'existaient pas. Du moins, ils n'étaient pas de bois. Tu mettais des semaines. En de lesstof. Si t'avais pas de tribe, ta boutique, tu pouvais la fermer. Et traînait avait mis des années. Brassens commençait à en baver. Et Beko astiquait son clavier. Monsieur Brel ne parlait pas encore des folles. Et mon père venait de débarquer. Là où restait quelque humanité. Là où les gens savent encore parler de l'avenir. Même s'ils sont fatigués. Et Juliette avait encore son nez. Et Aragon n'était pas un minet. Sartre était déjà bien engagé. Au café de Flore y'avait déjà des folles. Et mon père venait de débarquer. Là où restait quelque humanité. Là où les gens savent encore parler de l'avenir. Même s'ils sont fatigués. La 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 la. Omdat Tour vandaag 120 kilometer zou zijn, gaan we vanaf dit dorpje het laatste stuk met de trein. Zijn we op tijd in het mooie stadje Tour. En dan hebben we toch niet 120 hoeven afleggen. Mooi deal. Op zoek naar de gare. We moeten nog even wuiven naar Mathilde. Vriendin van Romain. Die we gisteren hebben ontmoet en die dag ervoor. Hij werkt in het hotel. In Poitiers. Zijn vriendin woont hier, heet Mathilde. Groeten aan Mathilde! We zijn er. Ja. We zijn op Gare de Tour. We hebben een mooie ochtendrit gedaan van ongeveer 60 kilometer. 120 vandaag was eigenlijk iets te veel. Dus we hebben besloten om een klein stukje met de trein te doen. Omdat we toch op de terugreis zijn en niet naar Zuid-Frankrijk rijden. We gaan terug naar het noorden. En we gaan een biertje pakken. Tot morgen! Doei!